Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Uitzending 779 staat vandaag op de planning. We lazen tijdens de vorige uitzending Isaiah 11. U heeft toen onder andere meer kunnen horen over de onheilsprofetieën die in de Bijbel staan. Wat moeten we met die gedeelte over oordeel en rampen? Hoe verhouden die zware woorden zich eigenlijk tot het troostvolle en mooie gedeelte die we ook volop tegenkomen in Jezaja? De onheilsprofeetieën staan altijd in verband met de ontrouw van Gods volk. Wanneer zij hem verlaten, volgen er straffen. Het doel van de heren met deze rampen is echter altijd positief. Hij wil zijn volk weer terugbrengen bij zichzelf. Hij wil hun zonde vergeven en verder gaan met hen. Keer op keer wordt het volk opgeroepen om niet op buitenlandse machten te vertrouwen, maar alleen op de heren. De eerste tien hoofdstukken van Jezaja laten ook zien dat de plannen van de Heer veel verder rijken dan Israël. Heidense volken krijgen te maken met de oordelen van God, omdat ze trots en zondig hebben gehandeld. Maar de verlossing gaat ook uit naar de Heidenen. In Jezaja lezen we al over het moment dat mensen uit alle volken de weg naar de Heer zullen zoeken en vinden. Ze zullen ervan genieten om de Heer te kennen en bij Hem vrede vinden. In de vorige uitzending hebben we aan het slot van Jezaja 11 gelezen over de heerlijke toekomst die komt, als het rijk van de Messias in volle glorie aanbreekt. Dan zal iedere vorm van disharmonie verdwenen zijn. In de paradijselijke toestand zal niemand meer kwaad doen of verwoesting aanrichten, omdat de aarde vol zal zijn van de kennis van de heerlijkheid van de Heer. De genoemde heerlijke toekomst heeft consequenties voor Israël en de volken. Jezaja kondigt aan dat op die beslissende dag de wortel van Isaï, de schuit uit de boom van David, zal opstaan als een banier. En over de volken regeren. In die tijd zal de Heer voor de tweede keer een restant van zijn volk terugbrengen naar het land Israël. Als de rest van Israël eenmaal is teruggekeerd, zal er een innerlijke verandering zijn. De jaloersheid van Ephraim zal verdwijnen en zij die Juda verdrukten, zullen uitgeroeid worden. Als de langdurige vijandschap tussen het tien- en twee-stammenrijk door een innerlijke verandering ten einde zal komen, zullen de Israëlieten weer als een verenigd koninkrijk van twaalf stammen optrekken. In het slot van Jezaja 11 schetst Jezaja namelijk dat Israël in de toekomst weer de omvang van het koninkrijk van David zal krijgen. Maar we lazen ook gewelddadige activiteiten in Jezaja 11 vers 14, waar staat Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen. Samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. Dit lijkt in tegenspraak met de eerder beschreven vrede maar het vormt een voorwaarde om die te bereiken omdat de messiaanse koning de uitvoering waarneemt in onze optiek kan vrede bereikt worden door onderhandelingen tussen twee partijen maar in het oude testament wordt vrede meestal bereikt door verwijdering van het kwaad aan het einde van Jesaja 11 blijkt dat de rest door een goddelijk ingrijpen zal terugkeren naar Israël Jesaja vergelijkt de gang uit Assyrië met de vroegere weg van de Israëlieten toen ze optrokken uit Egypte ook in het nieuwe testament worden passages uit Jesaja 11 geciteerd Paulus haalt vers 10 aan in het betoog dat de volken van de wereld de Heere Jezus zullen erkennen. Isaiah 12 vormt in liedvorm een korte afsluiting van de voorgaande hoofdstukken. Het is als het ware een verwerking van wat er in het voorgaande naar voren is gebracht. Dit lied, dat ook kenmerken van een psalm heeft, vertolkt de grote daden van Gods verlossing voor zijn volk in Sion en Jeruzalem. Formuleringen komen in het Hebreeuws soms letterlijk overeen met de lofzang van Mozes en verschillende psalmen. Jezaja 12, vers 1. Op die dag zult u zeggen: Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Het lied zet in met een uitdrukking die vaak in het Bijbelboek voorkomt. Die dag of periode heeft in het spreken van Jezaja twee verschillende kanten. Enerzijds is het een dag van oordeel en ondergang, die met angst tegemoet wordt gezien. Anderzijds is het een dag van verlossing, waarnaar wordt uitgezien. Bij Jezaja wisselen die twee kanten elkaar af en worden ze zelfs onmiddellijk naar elkaar gebruikt. Hier gaat het om de dag van verlossing. Daarom is het loven en danken van de Heere op zijn plaats. Jezaja 12, vers 2 Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere, en Hij is mij tot heil geworden. Dit is wat de Heere voor de zanger zelf betekent. Hij is zijn heil, kracht en lied. Opmerkelijk is de bijna letterlijke overeenkomst met de lofzang van Mozes. Daarmee is er een verbindende schakel met het vorige hoofdstuk. In Jezaja 11 wordt in beelden die herinneren aan de uittocht uit Egypte een nieuwe uittocht geprofiteerd. Jezaja 12 vormt het danklied op deze uittocht. Het feit dat de Heer redding is en biedt, geeft vertrouwen en maakt dat geen mens bang moet zijn. Jezaja 12, vers 3. U zult met vreugde waterschappen uit de bronnen van het heil. Hier wordt de Heere, in beeldspraak beschreven als de bron van het heil waarin het volk zich verheugt. Hier vinden we een krachtig beeld, want water is van levensbelang en soms beperkt in Israël. De verbinding van water met heil komt vaker voor in de Bijbel. Godsredding en aanwezigheid in een wereld die getekend is door zonde en slavernij zijn als water voor iemand die dorst heeft en als water op een dor en uitgedroogd land. Uit de bronnen van het heil mag met vreugde water worden geput. Jezaja 12 vers 4 Op die dag zult u zeggen, Dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep en herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Het tweede gedeelte van het lied in Jesaja 12 is een uitgebreide lofprijzing en is een aaneenschakeling van korte zinnen en de gebiedende wijs. De inhoud van wat gezegd moet worden heeft grote overeenkomsten met andere liederen in het Oude Testament. Jesaja 12, vers 5. Zing psalmen voor de Heer, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat het bekend worden over heel de aarde. In vers 5 worden de inwoners van Jeruzalem, heel Israël, nogmaals opgeroepen de heren te prijzen. Nu weer in andere bewoordingen dan in de voorgaande versen, vanwege de grootheid en macht van de heilige van Israël. Het eerste gedeelte van vers 4 komt letterlijk overeen met Psalm 105, vers 1 en 1 Chronieken 16, vers 8. Het slot van vers 4 is verwant met Psalm 148, vers 13. En vers 5 heeft overeenkomsten met Psalm 105, vers 2 en 1 Chronieken 16, vers 9. Het lijkt erop dat Jezaja met behulp van teksten uit de traditie van Israël de gebeurtenissen in zijn eigen tijd heeft doorgelicht en geduid. Jezaja 12, vers 6 Juich en zing vrolijk, woonster van Sion, want groot in uw midden is de heilige van Israël. De Israëlieten worden aangespoord de heren te loven, te danken en zijn naam aan te roepen, zijn daden bekend te maken aan de volken. Zingen is ook een manier van vertellen, de grote en liefdevolle daden van de heren werden vaak bezongen. Dat zijn zaken die bekend mogen worden over heel de aarde. Het lied eindigt met de heilige van Israël. De woorden vormen een weloverwogen afsluiting van het lied. De Heere onderscheidt zich van al het menselijke en van alle afgoden. Zijn heiligheid, die ook afstand kan aanduiden, is in Jesaja 12 bron van hoop en troost. Want de Heere is met zijn volk Israël verbonden. Hij is niet gekomen om te verwoesten en geeft door zijn daden alle reden tot lof en dankbaarheid. Dit korte lied ziet uit naar een toekomstige dag en beschrijft hoe die dag zal zijn. De redding komt van de Heer, en Hij is de enige bron van hoop. Een nieuwe dag zal eens aanbreken, een dag die heel anders zal zijn dan de tijd van Agas. De rijkdom van Immanuel, wat betekent God is met ons, zal dan ervaren worden. Hij is alle vertrouwen waard. Het volk Israël zal dan overweldigd worden door Gods goedheid, en hem bezingen en verkondigen onder de volken. De Heere grootmaken in een eredienst en het vertellen van Zijn grote daden aan anderen zijn twee kanten van dezelfde zaak. Ook het Nieuwe Testament roept op tot de gelezen en genoemde dingen. In Efeze 5, versen 19 en 12 staat: Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere, en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wij mogen lofliederen zingen tot Gods eer en getuigen zijn onder de volken. Daarbij moeten Gods daden niet alleen geproclameerd worden, maar mogen buitenstaanders ook uitgenodigd worden tot het heil in Jezus Christus? Horen wij bij die bewoners van de aarde die met vreugde juichen? Juichen wij straks mee met de scharen die niemand tellen kan, die ontelbare menigte mensen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen? In openbaring 7, versen 9 tot en met 12 staat: Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen. Volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Het volgende gedeelte, Jezaja 13 tot en met 23, gaat over het oordeel over de omringende volken. In voorgaande hoofdstukken heeft Jezaja de koning van Juda aangespoord zijn vertrouwen op de Heeren te stellen en niet te bouwen op aardse machthebbers. Want de bedreigingen van het Tienstammenrijk en Damascus zullen voorbij gaan en ook Assur valt uiteindelijk onder Gods oordeel. Verder zal ook Juda een ernstig gericht ondergaan. Veel van deze thema's komen weer terug in de genoemde hoofdstukken. Eerst is er sprake van de dag van de heren. En daarna volgt een opsomming van volken die door de heren worden geoordeeld. Te weten Babel, Assyrië, Filistea, Moab, Damascus, Ethiopië, Egypte, Babel en zijn bondgenoten, Jeruzalem en Tyrus. Het is moeilijk een duidelijke ordening te ontdekken in deze opsomming. In ieder geval staan de grootmachten aan het begin. Verder worden volken genoemd die in de tijd van Jezaja verslagen zijn door de Assyriërs of korte tijd later veroverd werden. Ook worden volken genoemd die Babel steunden in het verzet tegen de Assyriërs. De profetieën zijn vooral bestemd voor Judah. Dat moet leren dat al deze volken onder het oordeel van de Heer staan. De hoofdstukken geven daarmee antwoorden op de vragen die in de voorafgaande hoofdstukken gerezen zijn. Kan de Heer zijn volk bevrijden van de macht en het uiterlijke vertoon van de wereld? Is gij in staat de beloften van Jezaja 11 te realiseren, en is het lied van Jezaja 12 gerechtvaardigd? De onheilsboodschappen hebben vooral de bedoeling om Israël te wijzen op het feit dat zij hun vertrouwen op de Heere zullen stellen. Jezaja 13 vers 1 De last over Babel, die Jezaja, de zoon van Amos, gezien heeft. Het opschrift noemt de profetie over Babel, gezien door Jezaja. De profetie wordt een last genoemd, omdat de boodschap een oordeel is dat Babel moet dragen. Isaiah 13, versen 2 en 3. Hef op een kale berg een banier omhoog. Verhef uw stem tegen hen. Wenk met de hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van de edelen. Ik heb opdracht gegeven aan mijn geheiligden. Ook heb ik mijn helden opgeroepen om mijn toorn uit te voeren, zij die uitgelaten zijn over mijn majesteit. Soldaten worden opgeroepen om op te trekken. Zij zijn verzameld rond vlaggen en vaandels. Er moet geroepen worden tot de volken. Het doel is dat de volken de poorten van de rijken en machthebbers binnengaan, om zich voor te bereiden op de strijd. Vervolgens verklaart de Heer waarom de volken zijn geroepen. Hij heeft zijn heilige legers geroepen met het oog op de uitvoering van zijn vonnis. De strijders zijn geheiligd, in de zin van apart gezet tot de strijd. Er is sprake van een eschatologische situatie, waarin de volken jubelen over Gods grootheid. In de versen 6 tot en met 16 wordt de schets van de dag van de Heere geconcretiseerd. Jezaja 13, versen 4 tot en met 6. Hoor, rumoer op de bergen, als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van verzamelde heidenvolken. De heere van de legermachten monstert de krijgsmacht. Zij komen eraan uit een ver land, van het einde van de hemel. De heere en de instrumenten van zijn gramschap om heel het land te gronde te richten. Weeklaag, want de dag van de heere is nabij. Als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Er volgt een beschrijving van aankomende soldaten. Jezaja wijst op het rumoer op de bergen alsof er een grote verzameling volken in aantocht is. De Heer van de Hemelse legers monstert zijn krijgsmacht. De legers komen vanuit verre landen. Maar er zijn ook hemelse machten betrokken bij de strijd. De Heer komt met de instrumenten van zijn toren om heel het land te gronde te richten. De profeet roept op te jammeren of te weeklagen, omdat deze dag nabij is. Het is een verwoesting door de Almachtige. Jezaa 13, versen 7 tot en met 10. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren. Hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de Heere komt, medogenloos, met verbolgenheid en brandende toren, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel! En hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ten gevolge van de vreselijke verwoestingen zullen mensen bang worden. Ween en pijnen zullen hen aangrijpen. Ze zullen elkaar verschrikt aankijken. Er is sprake van grote radeloosheid. Daarna krijgt de beschrijving van de dag van de Heer kosmische trekken. Door deze goddelijke boosheid wordt het land tot een woestenij en zullen de zondaars weggevaagd worden. Maar de toon van de heren op de oordeelsdag heeft de zuivering van het land tot doel. Jezaja 13, versen 11 tot en met 13. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud, en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ophir. Daarom zal ik de hemel doen sidderen. En de aarde zal lostrillen van haar plaats. om de verbolgenheid van de Heren van de legermachten. en om de dag van zijn brandende toorn. De dag van de Heren zal katastrofaal zijn voor de hele mensheid. Wat begint als een concrete beschrijving. van de ondergang van Babel, loopt uit op een beschrijving. die ons doet denken aan de dag van het laatste oordeel. De mensheid is zodanig ontaard door zonde. dat zij door haar eigen wreedheid ten onder gaat. Op de aangekondigde dag laat de heren toe dat de zondige aard van de mensen ten volle openbaar wordt in allerlei onmenselijke vreedheden. In de volgende uitzending lezen we verder in Isaiah 13. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.